Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 31 januari. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb best wel een beetje fris. Het is 8 graden buiten, maar het waait heel hard en dat maakt het gelijk een stukje kouder. Het is nu 16,5 graden, dus op zich netjes. De warmte blijft al iets hangen. Nou ja, voor mijn gevoel is het absoluut niet warm, maar de afgelopen dagen was het elke keer 15,5 graden. Dus nou ja, goed. Maar net wat ik zeg, door de wind is het gewoon wat frisser. Ik heb gisteravond gekeken naar Goede Tijden en Married at First Sight. Vanavond wordt het wel heel zielig, zag ik in het voorstukje. Dus nou, ik ben wel benieuwd. Ik heb nog even een spelletje gedaan met Nathalie. Toen heb ik de vlog afgemaakt en mijn foto's bewerkt. Ik moet daarvoor nog wel even één nieuwe maken, want die was niet scherp genoeg. Dan moet ik die alleen nog even bewerken. En ik moet nog wel even een nieuw maken voor de vlog. Toen ben ik weer Paranoid gaan kijken. Dat was ook wel weer heel mooi. Daarna weer Juliette. Maar ik vrees dat ik daar ook wel weer vrij snel doorheen ben. Het is zo, zeg maar, dat elke zaak duurt 2 afleveringen. Dus als er dan een nieuwe zaak is, dan doen ze 2 afleveringen over om dat, zeg maar, op te lossen. Het is wel van 2024 trouwens, stond er nu op de aftiteling. Dus ja, het is toch wel vrij heel erg recent eigenlijk. Maar goed, ja, ik vind hem heel goed. Toen ben ik naar bed gegaan, heb ik nog even een stukje van mijn boek gelezen. En toen ben ik lekker gaan slapen. Want ja, ik ben nog steeds een beetje vermoeid helaas. Ik ga zo de woonkamer doen. Even wat dingetjes, weer lekker eventjes alles aan kant maken. Ik heb nog wat andere dingetjes gedaan. Daar ga ik jullie bij meenemen. En nou ja, dan ga ik even muziekje aan doen en even een sopje maken. En dan ga ik maar eens even aan de gang. Des te eerder ben ik ook weer klaar. En als ik een beetje in beweging ga, dan zal ik ook vanzelf wel een beetje opwarmen. Dus dat is eigenlijk voor nu de planning. Eigenlijk verder ook niet ja, heel veel nieuws te melden. Ja, er gebeurt niet zo heel veel in de tijd dat ik jullie niet zie meestal. Dus nou ja, prima. Dus ik ga dat eventjes doen en ik zal jullie even wat andere klusjes laten zien die ik heb gedaan. Die ook wel een beetje leuk zijn. Er zit ook wat creatiefs bij. Zo, ik ben weer klaar. Ik heb net even de droger aangezet. Ik was eigenlijk niet van plan om een was te draaien. Maar ik zag dat er gespuugd was op een van de stoelen van de eettafel. Toen dacht ik, nou dan kan ik net zo goed die andere 3 ook maar eventjes meewassen. Dus die had ik eventjes uitgewassen. En die heb ik nu in de droger zitten. Want dan drogen ze iets sneller. Kunnen ze er ook sneller weer op. Kwartjes hebben net een eten op. Ja. Ik had alles heel lekker schoon, maar toen gingen Tijgertje en Mickey gingen vechten. Dus dan vliegen de haren weer in het rond. Maar ik had geen zin om weer de stofzuiger te pakken, want ik had hem net opgeborgen. Dus die moet ik morgen maar weer eventjes wegzuigen. Maar wel lekker dat alles nu weer lekker klaar is. Dus dat is altijd wel heel fijn. Ja, boven nog even wat opgeruimd. Eventjes al het oude papier bij elkaar geraapt. Ik heb nou gewoon een lekkere lege tafel, zoals je kan zien hieronder. Dat is allemaal weer leeg, dus dat is wel lekker. Nou, ik ga nu zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je gewoon weer Goede Tijden en Married at First Sight, dus dat ga ik wel gewoon weer kijken. Ik denk nog wel even een spelletje doen. Dan ga ik eventjes, ik zal zo eerst even die laatste foto maken. Dan is die klaar, want het is nu nog licht.
Dan kan ik die even bewerken. Dan kan ik de blogpost schrijven. Nog even een thumbnail maken voor de vlog. En dan kan die ingepland worden. En dan ga ik verder met Paranoid en Juliet. En dan ga ik naar bed toe. Want dan ga ik nog even lezen. En dan is het ook weer tijd om te slapen. Want morgen moet ik weer naar de mondhygiënist. Dus volgens mij zou mijn coach er al vrij op tijd zijn. Maar precieze dat uur zal ik nog wel horen. Maar ik moet daar om 3 uur zijn. Dus dat komt ook wel weer goed. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Dan eventjes lekker eventjes relaxen. Dus bij deze zou ik dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 1 februari. De eerste maand van het jaar is alweer voorbij. Het is echt heel hard gegaan. Ik ben klaargemaakt. Ik moet dus alleen nog even lipstick op doen. Want ik moet even mijn tanden poetsen. Want ik moet straks naar de mondhygiëniste toe. Mijn coach is hier 2:15. Dus ik heb daar nog tijd voor, gelukkig. Dus dat eigenlijk. Gisteravond heb ik gewoon gekeken naar Goede Tijden en daarna naar Married at First Sight. Wat ik wel heel bijzonder vind, is dat eigenlijk één koppel al zegt, en dat was voornamelijk dan de vrouw in deze, die gaf eigenlijk aan van ja, ik voel het niet, ik ga ook niet verliefd worden. Dat er dan toch nog wel weer doorgedrukt wordt dat ze toch nog weer moeten proberen. Want aan de ene kant geeft ze ook aan ja, maar ik hou er wel echt van. Omdat ik denk, oh, dat is ook best wel snel, maar het was dus houden van op een andere manier. Er zit een haartje op mijn scherm. Maar dat je dan toch wel weer geduwd wordt van ga het nog maar een keer proberen. Nou, dat vond ik best wel bijzonder. Toen heb ik nog even een spelletje gedaan. Toen ben ik de laatste foto even gaan bewerken. Heb mijn blogpost geschreven en de vlog ingepland. Het ging eigenlijk allemaal wel prima. Toen ben ik Paranoid weer gaan kijken. Hele mooie serie. Je kan gewoon niet anders zeggen. En daarna had ik Juliet, maar dat was al de laatste aflevering. Want er waren dus echt letterlijk maar 6 afleveringen van. Dus daar ben je dan ook best wel snel doorheen. Toen ben ik naar bed gegaan om mijn boek te lezen. En ik heb nu eigenlijk in één ruk ook wat doorgeslapen. Ik werd nu gewoon wakker van de wekker. En de laatste tijd had ik dat niet echt. Ik elke keer vroeger wakker was, omdat ik dan een keer naar de wc moest. Of ik moet wel zeggen, ik heb wel weer heel naar geslapen. Ik had wel weer een nachtmerrie, maar goed. Het is allemaal wel weer goed. Ik heb een knot gemaakt, maar het zit een beetje rommelig. Mijn haar is zo zwaar en dik dat het eigenlijk alleen maar werkt met zo'n bun. Maar dan kan ik er niet altijd zeg maar zo'n stiekje overheen. En dat vond ik wel leuk, dus het hangt een beetje. Ik ga eventjes stofzuigen. En eventjes de spritjes klaarmaken, tanden poetsen. En dan ga ik straks de deur uit. Ik neem jullie gewoon vandaag nog weer even mee. Want we gaan ook even nog naar een ander centrum. En eventjes naar de Action en zo. Dus ik neem jullie gewoon gezellig mee vanmiddag. Maar eerst maar even zorgen dat ik klaar ben. Dat ik straks weer naar de mondhygiëniste kan. Dus dat is voor nu de planning. Ik ben terug van de boodschappen. Ik heb jullie eigenlijk gewoon even meegenomen naar de Albert Heijn. Want waar de Action waar ik was, die is vrij klein. We gaan volgende week naar een grotere Action toe. Deze heeft ook niet heel veel. Ja, ze hebben wel genoeg, maar niet alles, zeg maar. Dus we hebben even. We gaan volgende week naar een andere toe. Dus dan neem ik jullie dan daar wel even mee heen. Maar ik heb wel de boodschappen. 2 keer kuppensoep als 2e halve prijs met de bonus. Ik heb een broccoli, die komt bij de groentewinkel vandaan. Dat is wel grappig. Dan hebben ze 400 gram voor 1 euro, maar ze hebben enkel 500 gram liggen. De tweede cupje soep. Dan heb ik hier toetjes. Dan heb ik hier chocomel. Spekjes, die waren mooi in de bonus ook. Dan heb ik deze.
veel hamsterpasta. En ik wil volgende week weer een keer macaroni maken. En die wilde ik zo graag hebben. Dus het is ook volkoren pasta. Dat is altijd heel lekker. En ik vond het echt heel betaalbaar ook. Frikandellen. Slavinken. Dan heb ik hier een zakje met patat. Ik heb niet heel veel gehaald deze keer. Wat dingen in van andere winkels. Tijger, hier zit er precies voor. Boontjes. Bij Lidl gehaald. Dit leuke shirtje nog meegenomen. Heel leuk, lekker truitje. Leuk ook met deze bijvoorbeeld overheen. Veel grote schnitzels waren er weer, dus die heb ik gekocht. Hamburgers voor maandag. Ze hadden, dat staat dan heel leuk, hè? Lidl app kipdijfilet nu voor heel goedkoop. Maar dat hebben ze nog helemaal niet. Ik heb deze een keer gekocht. De Red Band Crazy Mix. Met dropjes en van die smileys. Die vind ik altijd heel lekker. En bitterballen. En dat was het eigenlijk. Ik heb gewoon niet heel veel boodschappen gedaan. Maar ik had ook niet zo heel veel nodig. Ik had kattenvoer nog staan en alles. Dus dat is het eigenlijk. Ik ga even opruimen. Dan ga ik lekker douchen. Dan ga ik even eten. Dan ga ik strakjes lekker goede tijden kijken. En vanavond heb je weer, doet hij het of doet hij het niet. Dat vind ik ook wel weer leuk. En dan ga ik dan naar de foto's bewerken. Ik deed nog even spelletje. Mijn nagellak moet er nog af, want die is ook echt heel vies. En dan ga ik Paranoid kijken. Ik weet nog niet wat voor serie ik wil gaan kijken bij video. Het kan ook zijn, ik heb nog een hele reeks van Chantal staan. Dat is ook een Vlaamse serie op de computer, dat ik daar dus aan begin. Dus dat. En dan ga ik lekker naar bed om een boek te lezen. Dus ik ga nu dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks met mijn man eventjes lekker opruimen en lekker douchen. Bij de mondhygiënist was het trouwens wel allemaal heel goed. Ze kon heel goed zien dat er echt verschil was nu ik stoker en met het poetsen en zo. Dus dat ging eigenlijk allemaal super goed. Ze hebben nog wel een beetje reiniging gedaan. Nu moet ik over 3 maanden weer terug om te kijken hoe het er dan uitziet. Omdat ik dus, ik moet mijn lip naar beneden doen met poetsen voor tandplak. En dan ga ik ook happen voor dat nacht knarspitje. Dus ja, het was eigenlijk allemaal wel prima, dus niet heel bijzonder. Goed, ik ga nu opruimen en dan zeg ik bij deze tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 2 februari. Ik ben klaargemaakt. En het is vandaag warme truiendag. Ik heb lekker mijn truien van de Lidl. Ik wist nooit dat dit in februari was, maar ik las het toevallig vorige week. En toen dacht ik, oh, oké. Nou ja, goed. De bedoeling van warme truiendag is dat je dus een warme trui aantrekt en dat je de verwarming een graadje lager zet. Nou, kan je vertellen, het is vandaag echt een heel koud dagje, want ik zal eens even kijken hoeveel graden het is. Maar het is echt heel koud. Het is ook vrij donker. Dus het is niet zo dat ik nu mijn verwarming echt heel laag ga zetten. Ik zet hem nooit heel hoog. Ja, het is even goed wel 10 graden, maar het is gewoon, er bestaat wind en het waait. En nou ja, goed, het is koud. Maar nu het even over Lidl hebben. Het was eigenlijk heel erg grappig. Ik werd er vorige week op geattendeerd door Nathalie. Er was dus een item geweest op de radio. Waarin ze dus bepaalde woorden gingen laten horen. Hoe je ze dus moest uitspreken. Een van die woorden was paprika. En sommige mensen zeggen inderdaad paprika. En ik vind dat altijd wel grappig. Want dan denk ik, oh ja, ik weet wel wat je bedoelt. Maar je legt de klemtoon net iets anders dan dat ik hem zelf zeg, zeg maar. Maar volgens de radio is het dus paprika en geen paprika. Maar een van die woorden die dus er ook voorbij kwam, dat was de Lidl. Ik ken inderdaad echt mensen die zeggen even naar de Lidl. En dan denk ik altijd, oh ja, nou, ik weet wat je bedoelt, maar ik zeg zelf altijd Lidl. Maar volgens de radio is het dus echt Lidl, omdat het dus echt op zijn Duits uitgesproken moest worden. Maar ja, goed. Lidl heb ik ook wel eens gehoord. Even naar de Lidl. Die vind ik ook wel grappig. Ik vind het gewoon grappig dat mensen dan sommige woorden, die zijn best wel moeilijk. Hè? Vooral als het een keten is wat eigenlijk niet Nederlands is. En dat het dan Duits is en dat je dan eigenlijk soms je eigen uitspraak eraan gaat wijden. Ja, ik vind dat altijd wel grappig. Zoals hetzelfde met Primark. Weet je, is het nou Primark of is het Primark? Ja, ik denk dan altijd, zeg lekker hoe je het zelf wil. Weet je, zolang er geen duidelijkheid over is hoe de uitspraak nou echt is, denk ik van laat het lekker wezen. Maar goed, ik vond het wel grappig. Ik heb gisteravond gekeken naar Goede Tijden en doet hij het of doet hij het niet. Was wel weer leuk. Toen heb ik nog heel even een spelletje gedaan en toen ben ik mijn foto's gaan bewerken. Is allemaal gewoon gelukt, dus dat is heel fijn. Toen ben ik Paranoid gaan kijken. Ik heb vanavond alweer de laatste uitzending, dus dat vind ik wel heel jammer. Hey, doe dat nou even niet. Nee, dat gaan we even niet doen, want dat vind ik niet zo handig. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat eindigt. En ik ben begonnen met Chantal, met seizoen 1. Dat is dus een Vlaamse serie. Ik was wel heel blij dat er ondertiteling bij zat. Want ik versta gewoon de Vlaamse taal, versta ik prima. Maar dit was echt wel
Vlaams met een accent, zeg maar. En daar kan ik zelf geen chocola van maken. Ze zingt dan ook zelf de titelsong in. Maar ik denk echt, wat zing jij, joh? Ik weet niet wat jij zingt. Ik versta dit niet. En het is eigenlijk een spin-off van Eigen Kweek. En die serie heb ik ook gezien. Dus daar kende ik het personage Chantal al van. Dus dat was wel leuk. Toen ben ik daarna lekker naar bed gegaan om het boek te lezen. Nou, dat was het ook wel. Ik ga nu een was aanzetten. Dan ga ik lekker de slaapkamer doen. Dus dan ga ik jullie hier meenemen. Lekker weer een schoon bed. Ik ben eraan toe. Ja, veel nachtmerries gehad. Veel gezweet. Dus ik vind het heerlijk om weer even de boel te gaan doen. Dus ik ga jullie gewoon meenemen. Ik ben lekker klaar. De slaapkamer is weer helemaal schoon. Vind ik altijd wel heel lekker. Want ja, lekker weer een schoon bed. En daar was ik gewoon heel erg aan toe. Ik was net alleen even mijn handschoen kwijt. Schoonmaak handschoen. Maar die heb ik uiteindelijk gelukkig ook weer gevonden. Dat is ook wel fijn. Ik moet wel even de plantjes een beetje bewateren. Dus dat doe ik straks even voor ik ga douchen. En, maar het is gewoon lekker dat alles nu weer schoon is. En van zijn plek is geweest. En ja, je ziet toch altijd best wel dat er toch best wel veel stof zich eigenlijk altijd wel weer verzamelt. Maar ja, stof heb je heel snel natuurlijk. Maar het is nu allemaal weer lekker weg en lekker schoon. Dus dat is heel fijn. Ik ga nu even lekker relaxen, want ik ben nu best wel een beetje moe. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. En vanavond is het eindelijk tijd voor het nieuwe seizoen van Flikken Maastricht. Ik heb er zo naar uitgekeken en vandaag is de dag dat het nieuwe seizoen begint. Ik heb er echt super veel zin in. Dus vanavond om 8:30 is het ook mij niet bellen. Want ik zit Flikken Maastricht te kijken. Mij niet storen. Ja, echt heel veel zin in. Ik weet nog wel een beetje hoe het vorig jaar afgelopen is. Maar we zullen uiteindelijk nog wel een voorstukje krijgen. Maar ik heb er zoveel zin in. Kan ik me echt op verheugen. Ik ga denk ik ook nog wel even een spelletje doen. En dan ga ik mijn video in elkaar zetten en mijn blogpost schrijven. Ga ik Paranoid kijken en ook de laatste aflevering van Sleepers. En dan ga ik lekker nog even mijn boek lezen in mijn schone bed. En daar kan ik al wel heel erg veel zin in krijgen. Dat ik dan gewoon lekker in een schoon bed stap. Schone pyjama en alles. Heerlijk. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Mijn was is trouwens ook al klaar. Die kan ik ook nog even verwerken. Dus ja, dat allemaal nog eventjes. Maar nu eerst eventjes in die relaxmodus. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 3 februari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net nog even een video opgenomen. Dus die staat er ook mooi op. Dus dat is heel fijn. Ik heb gisteravond lekker gekeken naar Flikken Maastricht. En dat was weer ultiem genieten. Ik moet er altijd weer eventjes inkomen. Dat je een jaar hebt moeten wachten bijna zeg maar op een nieuw seizoen. Dus ik moet altijd eventjes kijken van, oh ja, hoe zit het ook alweer? Maar ja, ik heb er wel heel erg van genoten en ik vond het wel weer een hele mooie uitzending. En dat vind ik zelf altijd wel heel erg leuk. Daar heb ik nog even een spelletje gedaan.
Toen heb ik mijn blogpost geschreven en eventjes mijn video in elkaar gezet. Ik heb mijn nagels nog even gedaan, omdat ik dus een video op moest nemen. Ik kan het lakje nog even erbij pakken. Ik vind het altijd gewoon heel vervelend om een video op te nemen als ik geen nagels heb. Nagels heb zitten. En het is ook weer zo'n oud lakje. Het is deze kleur. Kunnen jullie het goed zien? Deze van Catrice. Hij komt uit een limited editie, namelijk de Treasure Trove. En dit was de Channel 1 Jewel deze. En ik vind hem wel leuk, dus ik heb hem er nu even op zitten. Toen ben ik de laatste aflevering van Paranoid gaan kijken. Ja, hier was ik al bang voor. De muis die gaat echt letterlijk nu mee de slaapkamer in. En dat wil ik niet hebben, want die heb ik net schoongemaakt. Was wel uiteindelijk wel een bijzonder einde. Het was ook wel een beetje voorspelbaar. Het was niet dat ik dacht van, oké, dit had ik helemaal niet zien aankomen. Maar het was wel een mooi einde. En ook de laatste aflevering van Sleeper stond online. Die was ook wel heel mooi. Dat was wel een open einde. Dus ik heb inmiddels begrepen dat er ook nog een nieuw seizoen van gaat komen. Dat had ik in eerste instantie niet verwacht. Maar met dit einde kan het ook prima. Ik ga nu eventjes lekker wat rommelen in huis. Dus ik ga jullie gewoon vandaag een beetje meenemen met wat klusjes die ik wil gaan doen. Dat ga ik nu maar eens eventjes doen. Dus eigenlijk gewoon een beetje een rommelzaterdagje. Ik was het bijna vergeten, maar er was nog een pakketje. Jullie weten inmiddels dat ik heel erg fan ben van die wasbare wattenschijfjes. Ik heb er nu natuurlijk een aantal, maar ik wilde er eigenlijk nog een paar bij hebben. En toen zag ik dus dat ze bij de Boozy Shop sale hadden. En daar hadden ze dus nog van D7 eigenlijk een beetje kerstremover pads. En ik heb er daar 3 van gekocht. Volgens mij waren ze nog €1,50 per stuk. Ik heb hier het rendier. Ik zal hem er zo even uithalen. En deze is ook echt super groot. Kijk. Kijk eens hoe groot hij is. Er staat geen rendier op, maar het is gewoon een hele ronde. Die vind ik echt heel erg fijn, zo groot. Dus hij heeft gewoon stipjes. Ik zal ze er allemaal wel eventjes uithalen. Want ik ben nu zelf ook wel heel erg benieuwd hoor, hoe ze eruit zien. Ik had gedacht dus dat er een rendiertje op stond, maar dat maakt niks uit hoor. Dan hebben we de Christmas pudding. Het werkt dus met alleen maar water, staat erop. Maar je kunt ook gewoon je eigen remover gebruiken. Ik ben wel benieuwd op hoeveel graden je deze moet wassen, want dat staat er dus niet op. Je moet hem wel eerst even wassen voor gebruik. Dus eigenlijk moet ik ze gewoon even in een sopje leggen. Oh, die is gewoon hetzelfde. Die is niet anders als deze. Het is Christmas pudding, maar het is eigenlijk gewoon dezelfde remover pad als die andere. Dus het gaat voornamelijk denk ik om de verpakking. En nou ben ik wel heel erg benieuwd naar die laatste. Want ik vind het gek dat deze nou eigenlijk gewoon hetzelfde is, die Christmas pudding. Maakt niet uit hoor, maar dan hebben we nog de snowman. Dus dan ben ik wel heel erg benieuwd of deze dan wel... Ja, deze is wel anders. Kijk, deze is gewoon wit. Nou, hele dikke pads zijn dit in ieder geval. Dus mocht je hier nog interesse in hebben, ze zijn dus bij de Boozy Shop nog te koop voor €1,50 of zoiets. Ik weet het niet meer precies. Als ik de prijs nog eventjes op kan zoeken, zal ik hem wel even in beeld zetten. Maar ik ga ze dus eerst eventjes wassen. Zo, ik ben best wel even lekker bezig geweest. Ik heb boven toch nog even het een en ander gedaan. Wat dingetjes opgepakt.
Lekker stof gezogen. Nou, de hoesjes natuurlijk van de stoelen zitten er weer omheen. Wat ik heel fijn vind. Die had ik even allemaal lekker uitgewassen. Duurt altijd alleen even voordat ze droog zijn. Ik had ze wel in de droger gehad. Maar ze waren toch nog niet helemaal goed droog. Dus ik had net een verkeerde stand te pakken van de droger. Toen heb ik nou eventjes lekker dus die doorzichtige bakjes schoongemaakt. Waarin ik dus mijn gezichtsdoekjes in bewaar. Dacht, dan kunnen die van de Action er gelijk weer bij in. En dan zijn ze in ieder geval weer even lekker schoon. Want die ene die was nog leeg. Die ene zat er nog niks in. Dus ja, vandaar dat die ook wat meer stof hapte. Maar ja, met klein opvouwen kunnen ze er eigenlijk heel mooi in. Dus daar ben ik blij mee. Dan heb ik nog even in mijn blog en YouTube boek wat dingen gedaan. En dat was ook wel heel erg fijn. Maar nu ben ik een beetje moe. Ik weet niet, ik heb echt even zo'n inpakmomentje. De katjes hebben wel net lekker gegeten, maar ik heb het ook ineens heel erg koud. Het is ook vrij donker vandaag, maar het zou volgens mij komt er vanaf volgende week ook weer meer regen. Ik ga heel even kijken hoor. Hoeveel graden het eigenlijk is. Het is 11 graden, dus je zou denken het is niet super koud, maar goed. Ik ga nu in ieder geval eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Je hebt vanavond, weet ik veel, want ik wil wel meespelen. Maar ik ga ervan uit dat de app weer niet echt lekker zal reageren. Maar je hebt ook Ajax en dat is een belangrijke wedstrijd. Ik ga er al wel vanuit dat we deze gaan verliezen. We moeten tegen PSV en PSV is nummer 1. Dus ja, ik denk niet dat Ajax het gaat redden. Maar het is wel zo'n wedstrijd waar je voor gaat zitten. Maar waar ik ook van weet, ondanks dat ik ervan uitga dat we gaan verliezen, dat ik er dan toch van baal. Maar die wil ik eigenlijk ook wel eventjes gaan kijken. Dus ik ga even zien hoe ik dat allemaal ga doen. Ik ga de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. Ik denk nog wel even Disney Dreamlight Valley doen. En dan ga ik een nieuwe serie uitzoeken op Netflix. Ik heb nog geen idee welke, dus dat is nog even spannend. En dan ga ik dubbel even kijken. En dan ga ik lekker naar bed en hoop ik eigenlijk dat ik mijn boek uit kan lezen. Want ik had nu weer zo'n moment dat ik dacht, oh, ik moet hem wegleggen. En ik heb er eigenlijk geen zin in, maar goed. Dus dat ga ik eventjes doen. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want nu ga ik verder niks meer doen. Ik ga eventjes lekker, lekker zitten. Ik ben gewoon een beetje moe. Foei. Nou, bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 4 februari. Ja, dat klopt. Ik zit even lekker op de bank. Ik heb vandaag de groene trui aan. Het is dus die XS, maar die zit ook prima. Ik heb het wel een beetje koud weer, maar dat blijven voorlopig nog wel houden. Het is ook een beetje bevolkt en volgens mij is er ook nog wel regen voorspeld. Maar dat is denk ik later op de middag. Het zou ook wel behoorlijk waaien en dat merk je ook wel. Ik heb gisteravond naar Ajax gekeken. Prima wedstrijd. Het is gelijk spel geworden. Ik denk dat we daar heel blij mee mogen zijn. Al hadden we de wedstrijd zeker kunnen winnen. En dat had echt wel te maken met het feit dat er genoeg kansen zijn geweest, maar de bal er niet in ging. Maar dan is 1-1 eigenlijk prima. Want tegen de club van als PSV, dan mag je als Ajax daar heel blij mee zijn. Dus toch een punt. Ik heb ook gekeken naar, weet ik veel, maar ja, daar kwam toch wel weer aardig wat frustratie bij. Want het gaat elke keer mis met de synchronisatie naar de reclames. Ik weet niet of meer mensen hier last van hebben, mochten mensen dit ook spelen. Bij mij gaat hij dan zeg maar naar de laatste reclame. Dan begint hij bij vraag 47, dus je hebt gewoon 6 vragen gemist. Dus je kunt letterlijk nog 3 vragen spelen. Ja, en dat is gewoon echt heel vervelend, want dan mis je er gewoon 6. Terwijl je in die 6 vragen nog prima een voldoende had kunnen halen. Ja, en dan is je kans verkeken. Dus daar baal ik van. Ik merkte wel dat er weer verbetering aan de app was toegebracht. Maar het is nog steeds niet wat het wezen moet. Dus dat is gewoon heel erg jammer. Ik heb wel nog even Disney Dreamlight Valley gedaan. Dus dat is ook wel super leuk. En daarna heb ik mijn vlog voor het grootste gedeelte in elkaar gezet. Toen heb ik een nieuwe serie uitgezocht op Netflix. En ik zal heel eventjes kijken hoe die heet. What If? Het is een serie van 2019 met 10 afleveringen. En ja, op zich wat ik zo ervan zag, wel een mooie serie. En daarna nog even dubbel leven. Toen ben ik naar bed gegaan, heb ik mijn boek uitgelezen. Ik mag vanavond een nieuw boek uitzoeken, vind ik ook altijd wel leuk. Ik ga zometeen even stofzuigen en de groente afhalen. Gewoon even wat kleine dingetjes doen. En straks eventjes de foto's maken. Dus verder wordt het lekker een rustig zondagje. Zoals eigenlijk bijna elke zondag wel. Dat is ook prima. Ik kreeg wel een melding van nu. En dat zal gaan over een voetbalwedstrijd. Oh nee, dat gaat niet. Dit gaat weer over de WK veldwedstrijden. Nou, ik voel geen
Ik volg geen wielrennen en dat soort dingen. Dus, nou goed, ik ga nu in ieder geval even wat dingetjes doen. Ik zal straks even de fotospullen laten zien. Dus ja, gewoon even lekker aan de gang. Zo, ik heb even de fotospullen gepakt. Ik heb hier dit Cries T-Birds paletten van Oogschaduw, waar ik dus nog een review over ga schrijven. Dan heb ik hier de Hello Good Stuff Hydro Fixing Spray van Essence. En dan de Hard Affair collectie van Catrice. Die heb ik in de vorige vlog laten zien, maar die ga ik dus nu helemaal fotograferen. Dus de twee blusjes hier. Hier hebben we de drie liquid lipsticks. De drie gewone lipsticks, de drie nagellakjes en uiteraard de ja, mooie highlights. Maar hier komt nog een losse video van me en die ga ik voor jullie opnemen. Maar ik wilde deze nu even al een beetje snel doen, omdat het een beetje een Valentijnscollectie is. En het is tenslotte alweer zo Valentijn. Dus daar ga ik nu even lekker foto's van maken. Zo, inmiddels is het beginnen te regenen, dus ook wel gezellig. Ik heb even nog lekker wat dingen gedaan. Ik ben boven nog even aan de gang geweest. En de foto's zijn nu net klaar. Dus ik heb alles opgeruimd. Behalve de lampen, die moeten nog. Maar die moeten eerst afkoelen. En ik moet nog importeren. Maar dat kan later nog wel. Ik ga nu zo eerst eventjes lekker relaxen. Ik heb onwijs last van mijn buik. Dus ja, het is wel even lekker om dan eventjes in de relaxmodus te gaan. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik even Steenrijkstraat Arm kijken. Ik heb gisteren de aflevering van vorige week nog even afgekeken. Dus dan kan ik nu die van afgelopen week even kijken. En daarna weer even Stegeman op de Bres. Dan ga ik nog even Disney Dreamlight Valley doen. Ik ga mijn nagels even doen. Dan ga ik mijn foto's bewerken en verder met de serie What If op Netflix. En dan ga ik weer een afleveringetje kijken van Chantal. Dus het is niet... Nee, niet een hele spannende avond, maar gewoon lekker relaxed. Ik vind het wel gezellig met de regen erbij. Dus het maakt het wel gelijk een stukje kouder, maar dat maakt niet uit. Het hoort erbij, warme trui aan en dan kom je heel ver. Ik mag vanavond een nieuw boek uitzoeken, maar ik weet nog niet welke ik ga lezen. Dus dat ga ik nog eventjes naar kijken. Ik ga nu in ieder geval eventjes lekker relaxen. Katten hebben net gegeten. Die hadden van dat... ja, dat was van... Even kijken... Felix, oh ja, zijn sauces, die was sensational, die was in de aanbieding vorige week, toen had ik hem gekocht. Normaal is die heel duur, maar ze vinden het wel heel lekker, want ze hadden het in hun tijd op, dus dat is prima. Goed, nu ga ik eventjes lekker de camera opladen en relaxen, dus bij deze zeg ik tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag, het is vandaag 5 februari, ik ben klaargemaakt. Ik heb het echt onwijs koud, maar het komt ook, het is heel erg hard aan het waaien. Ik weet niet hoeveel graden het buiten is, maar het zal niet heel koud zijn. Nee, 10 graden. Ah, het is niet warm, maar het is ook niet extreem koud. Ik heb gisteravond eventjes gekeken naar Steenrijkstraat Arm en ja, ik vond het een beetje raar. Het rijke gezin, die stelde zich voor en ik vond die vrouw echt heel sympathiek, een hele leuke vrouw. Maar die man vond ik al een beetje vreemdig. Hij was met pensioen en ja, het was echt wel een beetje zijn wil is wet. Dat gaf hij ook echt heel eerlijk aan in dat filmpje. En nou ja, dat voorstelrondje dan. En dan komen ze op de dag van de ruil en dan in één keer wil hij niet meer meedoen. En ziet hij het allemaal niet zitten en... Nou ja, goed. Dus hij is toen ergens anders met zijn koffertje heen gegaan. En die vrouw is uiteindelijk alleen gegaan. Toen vond ze dat toch wel heel moeilijk. Toen heeft ze uiteindelijk haar zoon gebeld om te vragen of die wilde komen. Die kwam over vanuit het buitenland, want daar woont en werkte die. Maar ik vond dit wel heel bijzonder. Dat heb ik nog nooit gezien. Dus ja, ik dacht wel een beetje gek, zeg maar. Verder was het wel een mooie uitzending, hoor. Daarna heb ik Stegeman op de Bres gekeken. Dat was ook wel weer een mooie uitzending. Ik heb mijn nagels ook gedaan. En ik heb ze roze gemaakt met het lakje van Catrice. Leuk lakje vind ik het. Leuk kleurtje. Dit is dan de C01 No One's Lover. En dit is dus die Valentijns collectie. Maar leuk lakje vind ik het. Ik heb mijn foto's bewerkt. Toen ben ik de Netflix-serie gaan kijken. En ja, het is ook wel... Ik ben wel benieuwd wat hier verder achter zit, moet ik zeggen.
En daarna nog even Chantal. En toen ben ik naar bed gegaan, heb ik een nieuw boek uitgezocht. Echt een superleuk boek. Ik had echt moeite om weg te leggen. Ik zat er meteen lekker in. Wel echt superleuk. Dus dat is altijd wel leuk. Toen ben ik lekker gaan slapen. Ik ga nu zo meteen even een was aanzetten. En dan ga ik hier lekker de boel doen. De bakken van de katten verschonen. En de gang en de douche. Ik moet nog even was opvouwen. Dus een beetje de dagelijkse klusjes. Ik zet zo lekker muziek aan en dan ga ik lekker aan de gang. Dus ik neem jullie gewoon weer mee vandaag. Ik heb trouwens ook een lipstick op uit die collectie. Maar ik denk wel dat deze een beetje gaat afgeven. Maar ik heb nog niet gedronken, want ik heb ook net tanden gepoetst. Dus dat zal ik straks wel een keertje zien als ik wat ga drinken. Maar ik vind hem voor nu wel heel leuk. Nou ja, goed. Ik ga nu eventjes wat doen, dus ik neem jullie mee. Zo, ik ben klaar. Ik heb alles weer schoon. Ik heb zelfs de hele binnenkant van de kattenbakken even helemaal schoongemaakt en een beetje geschuurd. Want ja, ook dat wordt natuurlijk heel erg vies, maar dat moet ik gewoon even wat vaker doen. Dan krijg ik hem op den duur gewoon weer helemaal schoon. Maar het was wel fijn om dat ook even te doen. Ze hebben weer lekker schone bakken, de douche is lekker schoon. Nou ja, dat is eigenlijk allemaal wel gewoon lekker. Nou, even een wasje opgevouwen. Het was niet zo heel veel vouwwerk, want het meeste is toch om te hangen. Nou ja, prima. De keuken even opgeruimd. De was die draait nog, die zal straks wel klaar zijn. Dan kan ik die ook nog even verwerken. En dan is dat ook weer klaar. Maar ik heb heel erg last van mijn buik al een paar dagen. Dus ik merk dat dat allemaal niet zo lekker is. Ik ga nu zometeen in ieder geval eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik Help Mijn Man Is Klusser en Goede Tijden. Maar volgens mij wordt Help Mijn Man Is Klusser best heftig. Het gaat over een oudere vrouw waar het huis van in puin ligt. Dat is, vind ik, best wel pittig. Maar goed, we gaan wel even zien hoe dat verhaal precies in elkaar steekt. Ik ga nog even een spelletje doen. Dan ga ik de video van morgen in elkaar zetten. En dan ga ik mijn blogpost schrijven. Dan ga ik verder met de serie What If op Netflix. Dan ga ik nog even Chantal kijken. En dan ga ik weer lekker dat boek verder lezen die ik aan het lezen ben. Die is echt heel leuk. Ik heb inmiddels getest. De lipstick geeft wel een klein beetje af, moet ik zeggen, met drinken. En ik veegde per ongeluk met mijn handschoen even langs mijn lip. En toen zag ik ook dat er wat van de lipstift op de handschoen kwam. Dus het geeft echt wel een klein beetje af. Maar goed, dat is dan, ook wel iets wat er misschien een beetje bij hoort. Er zitten natuurlijk ook liquid lipsticks in de collectie. Goed, ik ga nu eventjes lekker relaxen en dan ga ik jullie gewoon morgen zien. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 6 februari. Ik ben klaargemaakt. Maar het is weer zilvervissen tijd. Ik heb nu in 24 uur tijd er al twee gehad. Nog niet eens 24 uur tijd. Ik had gisteravond eentje zitten in mijn keuken. Die zat op een keukenvloer. Die was echt nog wel vrij vlug. Die had ik gelukkig wel snel te pakken. En toen kwam ik net op de slaapkamer. Er zat er ook alweer eentje op de muur. Maar dan echt ook echt zo heel hoog, net tegen je plafond aan. Dat je er ook echt niet bij kan. Maar die was al meer dood dan levend. Want ik had hem met een keuken of met een toiletpapiertje wilde ik hem zo pletten. Maar die.
hij bewoog al niet meer toen hij bij in de buurt kwam. En normaal gesproken, als je er alleen al bij in de buurt komt, gaan ze echt lopen. Maar deze niet. Maar ik moet wel weer even goed in de gaten houden. Want daar zit je natuurlijk niet op te wachten. Vooral omdat het papiervissen kunnen worden als je niet tijdig kunt uitroeien. Dan eten ze zo je boeken op. Dus dat is even wat minder. Dus daar baal ik een beetje van. In mijn vorige huis had ik echt een hele grote plaag. Kwamen ze echt met honderden. En hier heb ik ze ook wel. En ik weet ook niet of het te maken heeft dat het weer vrij zacht is. Want ondanks dat het keihard waait, het is niet koud buiten. Maar ik weet het niet. Ik moet het weer even goed in de gaten houden. Gisteravond heb ik nog even video gebeld met mijn moeder Nathalie Lente en Jara. Dat was echt super leuk. Lente was helemaal aan het praten. En op een gegeven moment zei zij, ik heb jou gemist. Nou, en dan smelt je wel even hoor. Dat is zo lief als ze dat zegt. En ja, Jara kwam ook in beeld. En eerst zat ze echt zo een beetje te kijken van wat is dit. En toen kreeg ik zo'n big smile van haar. Echt zo lief. Maar ze worden zo snel groot. Echt ook als ik Lente ook kijk. Zij wordt zo snel groot. Maar Jara ook. Als ik zie dat ze, ja, ze is gewoon echt zo snel groot geworden. Maar dat was echt super leuk. Verder heb ik gewoon gisteravond gekeken naar Goede Tijden. Naar Help Mijn Man Is Klussen. Nou, dat vond ik echt verschrikkelijk. Een zus had haar broer opgegeven. Want die broer had het huis van hun moeder helemaal gestript. En helemaal alles leeg gehad. Er stond echt letterlijk niks meer. Die moeder die had een delier gehad. En die moest daardoor eventjes een tijdje revalideren. Toen is die broer dat huis gaan strippen. En die zus had al gezegd, weet je het zeker, weet je het zeker. Ja, 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 ik heb het zo klaar. Nou, niet dus. Die moeder zat inmiddels in huis bij de broer. En had niet eens een eigen slaapkamer. Kon de deur niet uit, want er zaten allemaal trappen. Ze kon daardoor amper naar buiten. Dus daar moest wat gebeuren. Maar zo laconiek die man. Echt verschrikkelijk. Ik heb me echt heel erg geïrriteerd aan hem. En uiteindelijk was het resultaat heel mooi. Maar die zus die heeft heel veel gedaan. En die broer echt bijna niks, want die liet het steeds afweten. Echt, wat een ramptoerist was dat. Ik wilde eigenlijk iets anders zeggen, maar laat ik het netjes houden. Ik heb nog even een spel gedaan. Toen heb ik mijn video in elkaar gezet en mijn blogpost geschreven. Toen ben ik verder gegaan met de serie What If. En daarna nog even Chantal. En toen ben ik lekker naar bed gegaan om een boek te lezen. Maar ik wilde nog eventjes een tip met jullie delen. Ik had gisteren een nieuw wc-blokje in de wc gehangen. En ik had toevallig deze gepakt. Ik heb de verpakking even bewaard. Want ik wilde hier zelf even een foto van maken. Want hij is zo lekker. Dat ik hem opnieuw wil kopen als ik door mijn blokjes heen ben. Dus ik dacht, als ik er dan een foto van maak, dan weet ik nog welke het was. Maar dit is met geconcentreerde olie erin. En het is de Dahlia Flower en Dragon Fruit. Maar hij is zo lekker. Je wilt hierdoor gewoon uren op je wc doorbrengen. Ik heb altijd een merkblok. Omdat ik ook die goedkope blokjes heb geprobeerd in het verleden. Maar ik merkte gewoon, die ruik je 1 of 2 dagen en daarnaast de geur weg. Maar deze ruik je gewoon heel lang. Ik had de vorige keer eentje van citroen, die was ook heel lekker. Maar deze is echt heel lekker. Ik denk wel dat die wat duurder is. Maar zeker als die een keer in de aanbieding is en je houdt ook van merkblokjes, is deze zeker een aanrader. Deze is van de Glorix, dus deze. Ik heb nog een pakket, die ga ik eventjes jullie laten zien. Dan ga ik stofzuigen, dan ga ik de video opnemen en daarna nog even lekker diamond painten. Dus dat is voor nu eigenlijk de planning. Ik heb een pakket binnen van Amazon. Deze komt uit Duitsland. Dus ik ga hem even openmaken. Nou, dat is goed dicht. Het is namelijk een draaibare organizer. Het is eigenlijk een make-up organizer, maar die kun je draaien met een draaimechanisme. Ik denk dat ik hem zelf in elkaar moet zetten. Ik zal hem eens even opensnijden. Het is dus een bouwpakketje. Dat ga ik nu niet doen. Ik denk dat ik dat morgen eventjes ga doen. Dat laat ik dan in de volgende vlog even zien. Maar dit zijn de onderdeeltjes. Het is dus gewoon een transparante organizer. Ik kan hier eventjes deze kant er zo uitpakken. Dan zie je dat het transparant is. Ik hoop wel dat er een beschrijving bij zit. Anders wordt het wel lastig. Maar goed, ik wilde dus heel graag een draaibare organizer hebben voor in de douche.
Ik heb daar heel veel van die transparante organized bakjes en zo staan. Maar ik heb nu wat meer skincare producten. En het leek me gewoon mooi om die op zo'n organizer te kunnen zetten. En ik had er al een tijdje bij staan kijken. Maar eigenlijk waren ze overal best wel duur. Je betaalde overal echt nog wel. Sommige winkels hadden ze voor 40 euro. Toen dacht ik, nou dat ga ik er echt niet voor betalen. En toen kwam ik hem toevallig bij Amazon tegen. Ik geloof dat deze 12,46 was. In ieder geval nog geen 13 euro. En toen dacht ik, nou daar wil ik hem wel voor hebben. Ze hebben hem vanuit Duitsland verstuurd. Maar hij was echt binnen 2 dagen binnen of zo. En dan wil ik dus die in de douche gaan neerzetten met mijn skincare producten. Maar goed, hij moet dus nog in elkaar. Maar dat is dus eventjes een plusje voor morgen denk ik even. Maar dan ga ik jullie dan wel eventjes bij meenemen. Alleen jullie zien dat wel in de volgende vlog. Maar in ieder geval deze dus. Ik zal nog even een plaatje in beeld nu zetten hoe die er op de website uitzag. En ik ben er in ieder geval heel blij mee. Ik hoop in ieder geval dat ik hem goed in elkaar krijg. Maar dan kan ik mooi die skincare producten er allemaal in zetten. En dan kan ik hem gewoon ronddraaien wat ik nodig heb. Dus ideaal en voor een leuk prijsje. Deze diamond painting is nu af. Ik vind dat hij nog een beetje plak, maar er ontbreekt verder geen
Een steentje. Dus ja, heel erg leuk geworden. Dus die leg ik even apart. Want die wil ik dan met z'n drieën bij die andere gaan inlijsten. Maar hij is in ieder geval af. En net wat ik zeg, ik vind het alleen heel jammer dat je de achterkant niet hoeft te diamond painten. Maar het zijn dus wel twee leuke hondjes geworden. Zo, ik ben klaar. Maar ik moet even filmen met mijn telefoon. Want mijn camera die is leeg. Die moet zo op de oplader. Dat is eigenlijk nog wel iets wat ik een keer wil doen. Een extra batterij. Maar dat komt nog wel een keertje. Want die zullen ook nog best wel duur zijn. Dus daar hoor ik eens even over gaan nadenken en mezelf in gaan verdiepen. Maar ik heb twee video's opgenomen. Dus dan gaat het hard in mijn diamond painting. Nou, die is dus mooi af. Dat is leuk. Nou, toen was het eigenlijk nog best wel tijd over. Maar ik had niet zo zin om een nieuwe al te starten. Dus ik dacht, ik ga even dat keukenlaadje opruimen. Want het was ook een doorn in mijn oog. Dus die heb ik een beetje opgeruimd. Het kan natuurlijk nog altijd beter. Maar het is in ieder geval beter dan dat het was. Dus dat is fijn. Katjes hebben ook net lekker gegeten. Dat is ook wel weer fijn. Die vinden dat voer echt heerlijk. Dus ja, daar genieten ze wel echt van. Maar ja, verder was het eigenlijk wel een prima middagje. Ik heb me wel ja, goed vermaakt. Video's opnemen ging op zich wel lekker. Dus dat is ook allemaal wel weer lekker. Ik ben ook blij dat ik die ene video er nu op heb staan. En nou ja, eigenlijk allemaal wel prima. Nu ga ik zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik lekker kijken naar Goede Tijden en Married at First Sight. Ik ben heel benieuwd hoe dat nu verder gaat. Het voorstukjes die je ziet, die zien er dan best wel heftig uit. Maar het kan soms in werkelijkheid anders zijn. Dat is natuurlijk ook vaak wel om kijkers te trekken. Verder ga ik denk ik nog even een spelletje doen. Dan ga ik de vlog afmaken. En ik hoop de foto's zo ver mogelijk bewerken voor het artikel van morgen dat die af zijn. Dan ga ik verder met mijn Netflix serie en daarna weer eventjes Chantal. En dan... ja, het is wel. Het is nu. Er is gewoon even iets wat daar nu speelt in die serie. Want ik denk, ik ben zo benieuwd hoe ze erachter gaan komen. En wat dat verband houdt. Dus dat is op zich wel leuk. En dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. Ja, het is echt zo'n leuk boek. Dus dat is altijd wel weer iets waar ik me op kan verheugen. Ik ga bij deze dan ook de vlog afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video te mogen zien. Doei!